Oké, je bent dus aan het einde van het gesprek aangekomen en jouw potentiële klant die zegt, hey bedankt, ik ga erover nadenken. En jij reageert dan met. Dus wat er 9 van de 10 keer gebeurt, is dat de verkopende partij hier heel vaak mee instemt en vervolgens in een soort wachtstand wordt gezet. En vervolgens gaan er dagen of zelfs weken overheen en dan hoor je helemaal niks meer van je potentiële klant. Dus ik geef je vandaag 3 methodes hoe je hier het beste mee om kan gaan. En let op, het zijn methodes, zijn met wat voorbeelden en je kan hier uiteraard dan je eigen draai aan geven. Nou, dus responsmethode nummer 1. Leg de bezwaren gewoon op tafel. Ja, dus leg de 3 meest voorkomende bezwaren direct op tafel. En een grote kans dat het 1 of een combinatie van deze bezwaren zijn. Dat zou kunnen klinken iets in de vorm van, ja, dat is begrijpelijk. Ja, vooral bij een belangrijke beslissing zien we vaak dat mensen goed willen nadenken over de uitgaven, het voordeel van de oplossing. Ja, of dat ze gewoon niet voldoende weten van die aanbieder. Spelen 1 van deze punten ook een rol bij jouw beslissing? En laat daarna gewoon de stilte vallen. Blijf dan gewoon lekker stil.